Vandaag in Caribbean Kids News. De Emmabrug is stuk. Curaçao's wielrenner gaat naar Londen. Hey, welkom bij Caribbean Kids News. En leuk dat je weer kijkt. De Heineken Regatta werd afgelopen weekend gehouden. Voor veel mensen ging het vooral om de concerten, maar de essentie van dit festival is toch wat anders. Okay, the Blue Peter is down. Less than a minute. Een weekend moet wat atrás de loma, turkosta wat abai tocando die zeil. Is zei abin door die Heineken Regatta. Een fiesta grande aqui a tu maluga, 3 dias. Ik vind het heel leuk omdat tijdens het zeilen dat je alles kon gaan vergeten, lekker rustig in de wind kan gaan. En het is heel leuk. Ik vind het leuk wanneer je gaat zeilen, want ik weet niet echt hoe dat werkt, echt. Maar ik vind het leuk dat de wind zo komt en je naar voren kan gaan. En ik kan gewoon vergeten wat allemaal gebeurt zo. En ik hou heel veel van zeilen, want je gaat in de wind. Ik hou ook om te vallen, maar ik ben nog nooit omgevallen. Dus als je gaat zeilen, is er veel wind, je kan omvallen. Het is leuk als je het in de water valt. Zeilen hebben een barco grande te difícil. Pese tem boto chiquitambe, nan llama optimist. Riba e boto na aki, mucha nan por si an zeil mancha fácil. E sei da lo que e joven an school di zeil, ma grit e verit groep te demonstra. Ik ga vandaag hier achter in optimist zeilen. Een optimist is gewoon een klein bootje voor beginners. We zijn van de 7 kenners. We gaan met deze bootjes hier gaan we zeilen en peddelen. Peddelen doe je met een peddel en zeilen doe je met een zeil. Ja, we gaan een paar kinderen meenemen om hun te laten zien wat het is en hoe je erin zit of zo. Moet je dan nunca a zeil tabba dat die mag die purba. Maar ik hoop dat die school die zeil mag riet verriet, dan ben ik daar even op de meeste ontdekken af. Dan is die zoon dan mas grande. Ik vind de La Dolce Vita leuk. De Marvin. Die is mijn lievelingsboot. Ik ben er eens gaan zeilen met Anne-Marije. Ze om gaan draaien, gaan gewoon in de boot rollen. Het is wel best leuk. Ik wil wel professioneel worden. Maar ik denk niet dat ik in het gaat mijn hele leven blijven. Emmabrug, beter bekend als de Pontjesbrug, is stuk gegaan. Dat gebeurde afgelopen vrijdagmiddag, vlak voordat de regatta begon. Een balkje naar banden die punten a kibra oren aan tabat a trahando riba e brug. E hene nang ahasi tournan possible pa dreche e brug, pero nang no aloker ahinda. E brug die ponton akita un monumento riba sumes. Et in shemi di 3 años y eta e unico brug die ponton na mundo. Een brug die ponton is een brug met 3 ouwe en de habri die banda. Pues, nos meeste het een hoop gedoe met een brug unico aquí. Según CPA, een organisatie met de trajando riba een brug, daarbij dura seguro un simán promeco een brug blinkla. De e tempo ei, door hende met de trafica die punta pa otra banda, tien ku hasi uso di ferry. Afgelopen weekend heeft het best wel hard geregend op Curaçao. Er viel gemiddeld 45 milliliter water. En als je het weekend bezat in Quebec, met een groep die nu weer groot is voor de banden van Trinidad, bij de richting van de isla. Historisch, november is de luna met meer dan de water naar de isla. En zeker men, dat het water van het weekend bezat, niet dat in Quebec met een orkan of algo así. Según Servicio Meteorológico, el weer de aguacero lo dura te llamar, pero lo nota así una fuerte manera de weekend. Después de ese, el weer te vira más bonito. Het regenseizoen duurt tot ongeveer eind februari. Tot dan blijft er kans dat we regenachtige weekendes hebben. Hij zat in de kopgroep bij de Amstel Gold Race. Hij mag volgend jaar achter de schermen kijken bij de Olympische Spelen. En hij is pas 17 jaar oud. Dit is het leven van de jonge wielrenner Kiyasi Sulvaran.
Simam pas aan de Amstel Gold Race dat hij een jude korsau kwa si hopi impression riba is een klisteren internationaal. Tabata Giasi Sulvaran. Ik heb een hele hoge duur. Ja, het is een carrière van 80 kilometer, maar zo min, dat is een distantie die ik accustomaak. Maar ja, ik heb een grote berg, dan is het een hoge duur voor mij. Maar ja, ik heb een hoge duur, maar het is bij ons. Giasi no espera di haya asina tanto buon reaction di ese clisteran famoso. Ora ma cave careda, mi sora un menier di Paradise FM abbi interview mi papi sami con careda bai, dati más o menos 4 otro ende co abbi interview mi anto, ya maia leuk tambe cu mi haya butter di 3 butter di diferente prof. Ahora hasta un negociante holandés a invité pa bai wegaran olímpico na London. Leo van Vliet is meneer die organiseert Amstel Curaçao Race. Hij zei, ja, ik heb geen tijd voor mij. Maar aan mijn meeste proberen die bij papi, die is een professional, die kon Leo naar kon naar Leo naar Asina. En Mart Smeets is meneer die is naar cyclisme naar Hollanda. Decidie die doen een interview naar Londen. De Olympische Spelen zijn van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 in Londen. Dat is de hoofdstad van Engeland. Zoals je hebt gehoord, is Giasi er dan ook bij. En dit was het voor vandaag. Volgende keer zijn we er weer met meer nieuws. Mis het niet!